Zeker in slalom heb ik een goed jaar gehad. Ik ben een keer een wildcup podium ook gehad. En een keer zesde. Dus ja, dat is een prima seizoen voor mij geweest. Reuslalom had wel beter gekund, maar ja, als je na een jaar toch wel terugkomt met een paar plaatsen in de finale, dan mag ik daar best wel trots op zijn. Michelle! Ik heb altijd mijn beste resultaten gehad in Wadkastein. En ja, omdat natuurlijk na zo'n seizoen met gewoon vijver en natuurlijk ook enkel blessure en gebroken teen, om dan zo terug te komen en dan in één keer een podium plaatsen. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Dat had ik echt niet gedacht dat dat zou gebeuren. Ik denk op korte termijn, als ik gewoon door blijf trainen, dat ik hoop natuurlijk vaker podiumplaats te halen en misschien ook wel een keer eentje te winnen natuurlijk. Ja, nou, en podiumplaatsen op de Olympische Spelen zijn de allermooiste. Ja. Pyongyang komt eraan. Hoe lig je op schema voor de Olympische Spelen van volgend jaar? Ik moet nog wel even wat goede resultaten halen dit seizoen. Maar ja, ik denk dat ik kan het nog halen en ik hoop dat dat nog gaat lukken ook. Ik moet gewoon meer reuslaam gaan trainen in de zomer. En gewoon zorgen dat ik meer snelheid krijg met reuslaam, dat ik harder ga. En dan, in het begin van de World Cups moet ik het gaan waarmaken op de reuslaam. Pyongyang, dat is een droom. En je hebt Sochi meegemaakt. Ja. Ja, hoe gaaf was dat? Ja, dat was super gaaf. Dat is toch wel weer anders om daar te staan dan een World Cups. Ja, het is toch een andere spanning. En ik heb het meegemaakt daar en ik wil natuurlijk heel graag ook in Korea daar staan.